Komend weekend Brokantemarkt op het Zwitserlterrein. Jos van Laar is weer druk bezig met alle voorbereidingen voor de markt. Brokanten, dat hangt een beetje in... Ja, het uh, neigt naar antiek. En het is het niet helemaal, want het is vanaf 50... 5, ja, antiek is iets wat 100 jaar oud is. En... Uh, en, en brokanten, dat spulletje, dat, uit grootmoeders tijd. Zo moet je het een beetje zien. Dus dat kan 50 jaar ook, uit, of, uh, ook oud zijn. Ja, dus dat zijn dan ook een beetje de items die hier uh, te, zien, uh, te zien zijn straks. Nou ja, dat, het is heel, eigenlijk wel heel uh, verschillend wat hier komt te staan. Het is industrieel, het is een beetje, dat, dat is ook een, een item, maar ook echt een beetje. Uh, ja, echt een beetje dat, uh, dat uit grootmoeders tijd. De oude pannetjes en dergelijke en zo. Ja. Ja, maar ook echt antiek. Echt Er zijn zeldzame stukken. Ik heb een, uh, iemand uit Frankrijk die hier staat. En nou, die staat met de uh, uniform uit, van Napoleon hier. Uit, uit die tijd. Er komt natuurlijk heel veel kijken bij, uh, bij het opbouwen van zo'n markt. En uh, ja, het, er staat al het een en ander. Wat komt er eigenlijk allemaal bij kijken? Nou, er komt... Uh, weet je, ja, jullie zijn nog eigenlijk iets een dagje te vroeg. We kleden het ook aan. Het is... Ik had het net over Napoleon, maar het is eigenlijk een Engels item. En uh, wat houdt in? Dat hier Engelse taxis komen te staan. Er komt een, een uh, hoe heet het, een, uh, een dubbeldekkerbus komt erbij. Uh, wat, we hebben fudge, uh, ja, eten, vis en chips en dergelijke. We hebben alles een beetje in die Engelse sfeer. Die sfeer. En uh, ja, dat, dat doen we ook met Engelse oude auto's erbij. Ja, en uh, waarom uh, wordt eigenlijk gekozen voor een Engels thema? Want dat komt wel elk jaar weer terug, zo'n beetje. Weet je, iedereen denkt aan, aan brokanten, aan Frankrijk, België, maar juist hem ook uit Engeland. En uh, ik, ik heb ook bijvoorbeeld standhouders hier staan, die, die allemaal met oude laarzen, met oude koffers en zo, dat echt alles uit Engeland haalt. En ja, dat, uh, dat, vandaar dat we doen. Uh, we hebben in maart hebben we een Franse editie en dan nu de Engelse. Hoeveel bezoekers worden nou eigenlijk verwacht op zo'n dag? Ja, ik, uh, ik geef naar de gemeente op dat wij tussen de 2000 en 3000 bezoekers krijgen. En dat is, ook dat is ook reëel. Ja, dat is best wel veel. Um, worden er nu ook nog uh, maatregelen genomen vanwege corona? Nou, we hebben in zoverre extra maatregelen. Wij plaatsen alles niet de kramen aan elkaar. Er zit minimaal 5 meter uh, tussenruimte. Onze looppaarden die zijn 10 meter breed. Uh, dat, dat, ja. dat vind je hier nergens. Dat. Uh, dus die anderhalve meter, alhoewel dat nu er straks vanaf gaat, die kunnen we hier makkelijk aanhouden. En we hebben extra geïnvesteerd in hele moderne toiletten met uh, extra handwasmogelijkheden. Uh, dus in zoverre doen wij zeker wel veel aan uh, maatregelen. Ja, dat is wel fijn. Dan kunnen de mensen ook gewoon afstand houden. Volledig veilig. Ja. En het is buiten, hè? Ja, precies. Dat scheelt natuurlijk ook. En uh, hoeveel betaal je nou eigenlijk voor de entree? 3,50 dat is, ja, dat, we, ja, we maken best wel veel onkosten. Dat, uh, ja, ondanks dat we nou naar buiten zijn. Maar we, ja, ondanks, we, we willen het ook aankleden, we willen een sfeertje maken. En daarom hebben we een kleine vergoeding nodig. In de afgelopen jaren er waren er ook nog activiteiten voor kinderen en voor het hele gezin. Hoe zit dat eigenlijk dit jaar? Dit jaar is het iets minder. Dat, uh, ja, dat, uh, normaal gesproken hebben we dan ook. Uh, ja, we hebben het verleden roofvogelshow gehad. En met, uh, hoe heet het met met border collies, met schapen drijven en dergelijke en zo. Dat, daar hebben we wel iets minder. We hebben wel sminken wat hier wordt gedaan en tenminste wat kleinschalige dingen, maar niet grootschalig. Zijn er zeg maar, ook echt vaste deelnemers die elke keer terugkomen? Ja, ik heb de hele trouwe deelnemers. Ja. Ja. De, dat zijn uh, onder andere een paar buitenlandse die erbij zijn, maar dat, ja, die, zo, dat was even in het begin was er natuurlijk toen kon het ook niet, want er waren de grenzen dicht met België en dergelijke ja. en zo. Maar nu kan het allemaal weer. Dus uh, ja, ze komen wel weer. Het, uh, uh, er zijn er wat die waren in het begin allemaal een beetje huiverig nog. Maar ik heb ze kunnen overtuigen. Dus ze komen. En uh, zou je het zelf leuk vinden om aan te kondigen wanneer de markt is en uh, hoe laat? Ja, tuurlijk. Graag zelfs. Nou, welk, uh, ik, ik wens jullie allemaal uh, dat jullie hier naartoe komen. Het, uh, het is een prachtig evenement. Het is zaterdag en zondag, 18 en 19 september. De openingstijden zijn van 10 tot 5 uur. Er is uh, genoeg te zien en genoeg te beleven.